Bij het dierenziekenhuis in Sterrenburg zijn ze, net als op de andere vestigingen, een spoedvaccinatie begonnen voor konijnen. Onze regio is een van de gebieden waar een dodelijk konijnenvirus heerst. Een heel besmettelijk virus. Dat is vorig jaar begonnen en konijnen die het krijgen, die zijn een paar dagen ziek en dan zijn ze ineens dood. Dus dat gaat heel erg snel. En soms heb je ook helemaal niks in de gaten en dan vind je gewoon je konijn ineens dood. Honden, katten, andere knaagdieren en mensen gaan er niet dood aan, maar kunnen het virus wel verspreiden. Het komt veel voor bij wilde konijnen op dit moment. Dus je wil geen contact tussen wilde konijn en je eigen konijn. Gras plukken waar konijnen op hebben gezeten en dat aan je eigen konijn geven, dat is een risico. Of als je over gras hebt gelopen en je hebt bijvoorbeeld urine van konijnen aan je schoenen en je loopt naar je eigen konijn. Ja, op die manier kan dat verspreid worden. Dus daar moet je heel goed op letten. Op de stadsboerderij zijn ze niet bang. Hier zijn de konijnen ingeënt. Maar voor particulieren ligt dat anders. Dit vaccin, dat is niet heel goed beschikbaar. In Nederland was deze ziekte er tot vorig jaar niet. Dus het is heel moeilijk om aan het vaccin te komen. En soms is het op en dan kunnen we dus niet verder vaccineren. Op dit moment gelukkig hebben we wel weer een redelijke voorraad. Dus nu kunnen we weer zoveel mogelijk konijnen beschermen. De vaccinatie is alleen verkrijgbaar op afspraak.